Good morning, everybody. You heard the bell. Goedemorgen aan iedereen. U heeft de bel gehoord. Heel belangrijk. Wij moeten starten. Wel, beste voorzitter, dames en heren. Het is een echt genoegen voor mij om de 24e sessie van de Interparlementaire Conferentie in zaken veiligheid te openen. Ik hoop dat u een veilige reis naar Brugge heeft gehad en ik hoop dat het mogelijk zal zijn voor u om Brugge ook te ontdekken, want het is een fantastisch cultureel erfgoed, zoals u wellicht wel weet. Maar laten we eerst even een aantal praktische inlichtingen aanstippen. Alle thematische sessies zullen plaatsvinden in deze zalen. Ze zullen op dezelfde manier worden georganiseerd. Details over de simultaanvertaling en het gebruik van wifi, van wifi, vindt u op de instructiedocumenten op uw tafel. En als u dus op flow gaat staan, dan krijgt u het Engels. Wat ook heel erg belangrijk is dat er een permanente koffiehoek ter beschikking is. Dat vindt u in de zaal hiernaast, waar u ook de conferentie kan blijven volgen op het scherm. U kan dus inderdaad koffie nemen wanneer u dat wil en niets missen van de presentaties. Dames en heren, laten we dan maar van wal steken. Ik hoop dat u het een aangename conferentie vindt. En ik wil nu graag eerst het woord geven aan Stefanie Doze. Zij is onze speaker van de Belgische Senaat. Aan u het woord. Dear Els, dear colleagues. Beste collega's, beste leden, parlementariërs, dames en heren. Het is een echt genoegen voor mij en een echte eer voor mij dat ik u hier kan welkom heten in Brugge. En ik hoop werkelijk dat u al de mogelijkheid heeft gekregen om onze fantastische stad te ontdekken. Het is inderdaad een UNESCO werelderfgoedstad. Brugge is werkelijk een kroonjuweel van België en van de Europese geschiedenis. Het is inderdaad een teken van de rijke cultuur die hier aanwezig is. Deze Europese conferentie die wordt natuurlijk ook hier in Brugge gehouden. En beste collega's, ik zou graag hebben dat u een ogenblik gebruik maakt van de tijd die u wordt gegeven om om te weten dat alles zou weg zijn. Geen Belfort meer, geen kathedraal, geen 14e eeuwse schilderijen, geen musea, geen scholen waar de lokale geschiedenis wordt geleerd. Geen toeristen komen nog naar Brugge waar ze het gemeenschappelijke culturele erfgoed kunnen ontdekken. En dan een buitenlandse macht die hier in deze stad zou langskomen en die alle gebouwen zou demonteren en de schoolboeken zou vervangen door een alternatieve geschiedenis. Wat zou u dan zeggen? U zou zeggen dat het een culturele genocide is. Wel, mijn beste collega's, dat is eigenlijk wat op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt. De Oekraïnse cultuur wordt vernietigd. Artefacten worden vernietigd of worden verplaatst en kinderen worden gekidnapt en gebrainwashed. Toen ik naar Kiev ben geweest vorig jaar, bezocht ik de Saint Sophia-kathedraal. En daar vindt u ook het graf van Jaroslav de Wais, een van de grootste leiders van de 10e eeuw. En in deze dagen bouwde Kiev haar kathedralen nog, terwijl Moskou een provinciale stad was en weinig Russen vandaag zouden in staat zijn om u dat te vertellen, want Poetin heeft de geschiedenis herschreven om ze in overeenstemming te brengen met zijn ideologie. En hij maakt nu gebruik van bruut geweld om dit ook op te leggen aan onschuldige, soevereine naties.
beste collega's. De Russen zijn niet gestopt met de Krim, ze zijn niet gestopt met Donetsk en ze zullen ook niet stoppen met Kiev. Poetin is niet een, of is geen moderne tsaar die op zoek gaat naar territoriale verbreding. Hij is een ideologische oorlogsvoerder die inderdaad een existentiële bedreiging kan vormen voor vele landen. Want hij heeft dit nodig voor zijn eigen politiek overleven. En hij doet ook een beroep op brainwashing om die steun te krijgen. De oorlog en de brainwashing komen nu ook in onze Europese Unie terecht. De dreiging van het ondermijnen van de vrede en de welvaart die bestaat in onze Unie, wel, die bedreiging is nooit groter geweest dan vandaag. Europa is nu een baken van stabiliteit, maar een eenzaam baken van stabiliteit in een wereld die steeds onveiliger wordt. Soedan, Gaza, Ethiopië, Jemen. Er zijn meer dan 100 gewapende conflicten geweest tot op vandaag. En dat zijn allemaal oorlogen tegen vrijheid en democratie. Want democratie betekent dialoog. Betekent dat je kiest voor de samenwerking en het overleg veel eer dan een slagveld. En China, Saoedi-Arabië en Iran worden dominante regionale machten die het evenwicht verstoren. Zij bieden politieke, militaire en financiële steun aan verder dan hun eigen regio's. En op die manier kopen ze loyaliteit. Om een buitenlandse leider te parafraseren, wanneer de Chinezen komen, krijgen we een nieuw ziekenhuis. Wanneer de Europeanen komen, krijgen we een krijgen we kritiek. Ons internationaal leiderschap staat inderdaad, of is nu een uitdaging geworden. We moeten op zoek gaan naar een aantal mogelijkheden om onze eigen binnenlandse stoornissen en problemen te kunnen identificeren. En jaar na jaar zien we dat de democratie of de democratische index daalt voor vele landen. De helft van de wereldbevolking zal binnenkort verkiezingen meemaken, dus daar hebben we het, beste collega's. Militaire bedreigingen, veiligheids moeilijkheden en bezorgdheden en ideologische infiltratie van onwettelijke ideeën hier in de wieg van de democratie Europa. Ik moet u dus niet vertellen hoe belangrijk deze conferentie is. En ik weet dat ik me niet bezorgd moet maken. Ik weet dat deze kwesties op de top van uw agenda hebben gestaan. En al vele jaren is dat zo. En als Europeanen weten we ook dat crisissen kunnen worden opgelost. En dat ze even kunnen worden vergezeld door nieuwe opportuniteiten. Dat is iets waar we zeker kunnen van zijn. De Europese volkeren kijken naar ons, de leden van de parlementen, voor antwoorden. Onze discussies kunnen en zullen oplossingen brengen, want we zijn nog altijd verenigd dankzij de visie van een toekomst waar vrede, democratie en welvaart de wereld begeleiden. Deze drie doelstellingen kunnen enkel worden bereikt door coherente en effectieve buitenlandse beleidslijnen, veiligheidsbeleid en defensiebeleid. Ik wens u een zeer aangenaam debat toe. Ik ben er zeker van dat deze debatten ook zullen worden geïnspireerd door deze fantastische stad. Ons continent rekent op u. En beste collega's, we hebben het Belgische federale parlement niet gekozen voor deze discussies, maar we hebben wel een video gemaakt om u te tonen waar we normaal de belangen van onze burgers behartigen. Dank u wel. Federal Parliament. It's a pity we can't welcome you in our building in Brussels, because the Belgian Parliament is a charming and open house, conducive to debate and meetings, which makes politics accessible to everyone. Les séances sont ouvertes, les commissions sont ouvertes au public. Mais les gens ne le savent pas toujours. Du coup, on fait venir le contenu à eux par les réseaux sociaux. The Belgian Federal Parliament aims to be an inclusive parliament, reflecting the population it represents.
Since 2019, for the first time in Belgium's history, both chambers have been presided over by a woman. Furthermore, we work and debate in both Dutch and French. The Belgian Federal Parliament is one of the only multilingual parliaments in the European Union. Ja, de charme van België en Brussel zit in hun meertaligheid. Dus als tolken zorgen wij ervoor dat elke senator of elk kamerlid zijn eigen taal kan spreken. The Belgian Federal Parliament consists of two chambers, the House of Representatives and the Senate. Together, they form Belgium's federal legislature. Toutes les réunions parlementaires sont visibles sur le site internet de la Chambre en direct, et là vous pouvez choisir directement sur lachambre.be. Green is the color of the House of Representatives. This is where laws are made and where we control the federal government and the budget. This is where we make policy. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer krijgt iedereen 2 minuten spreektijd, geen uitzonderingen. Iedereen is gelijk voor de wet. The color of the Senate is red. This is a place of reflection and of meeting between the three language communities, in all transparency. Wij tikken alles uit, inderdaad. Alles wat er gebeurt, alles wat er gezegd wordt in de vergaderingen. Dat wil zeggen dat alles wat er gebeurt in de zaal terug te vinden is in het integraal verslag. The Belgian Federal Parliament is a fascinating place where hundreds of people are passionately committed to democracy. J'habite au Parlement. J'ai grandi ici en tant que fils de concierge. Et maintenant, depuis 22 ans, je suis moi-même concierge. C'est un privilège. C'est capable de parler de la nation, ça représente le peuple. Et donc, c'est quand même un grand privilège de pouvoir vivre ici et d'être domicilié ici. This is a place where the past is cherished. Het Federaal Parlement van België is een van de enige drie parlementen in de wereld met een eigen bijaard. But it's also the place where we prepare for the future. Au Parlement fédéral, nous tenons compte de la planète et donc je roule 100% électrique. The Belgian Federal Parliament is an open house for debate and meeting. The future of Belgium starts here. Verschillende scholen vanuit heel België kruipen eigenlijk in de rol van een echte parlementariër en wij proberen eigenlijk de jongeren zoveel mogelijk te stimuleren om het woord te nemen. Dat is wel een stap voor heel veel, maar eens als ze die stap hebben gezet, zijn ze eigenlijk on fire om in het leven te kruipen van een echte parlementariër. You saw the nice working place of. U zag dus de plaats waar mevrouw en ik zelf elke dag werkzaam zijn, maar nu vandaag zijn we hier in Brugge. Dat is natuurlijk ook heel mooi, maar het is ook mooi om even naar Brussel toe te gaan en het parlement te kunnen bezoeken. Ik zou nu aan de volgende spreker willen vragen om het woord te nemen. Ik geef u het woord, David Callister. Dank u wel, Els, om mij het woord te hebben gegeven. Dames en heren, beste collega's, als voorzitter van het Europese Parlementscomité in zaken buitenlandse zaken is het ook een genoegen en een eer voor mij om u te verwelkomen hier in Brugge voor de 24e uitgave van de Interparlementaire Conferentie voor het Buitenlandse Beleid en het Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid. Het wordt georganiseerd in het kader van de parlementaire van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dan, ik wil daarbij dus al onze collega's bedanken van het Belgische federale parlement voor de organisatie van dit evenement. Ik wil ook verder mevrouw Stefanie Doze bedanken en mevrouw Els van Hoven, voorzitter van het buitenlandse, van de Commissie Buitenlandse Zaken van het van de Kamer en om ons te hebben samengebracht in deze fantastische historische stad hier in Brugge. Het is ook een bijzonder genoegen voor mij om zoveel collega's van de nationale parlementen te mogen verwelkomen. Beste collega's, het zijn zeer uitdagende tijden met oorlogen in Europa en in onze onmiddellijke omgeving. Dit is een echte geopolitieke verandering. De manier waarop we reageren is niet zomaar een beleidskeuze. Hoe we reageren zal inderdaad heel belangrijk zijn voor het lot en de toekomst van ons continent en onze Europese Unie. Spreekt voor zich dat wij in het hart van deze
respons een aantal zaken moeten uitwerken. En de beleiden die wij zullen uitwerken, zullen de internationale orde moeten versterken en beschermen. Het is belangrijk om vrede en welvaart zoveel mogelijk te beschermen. Het beschermen dus van de internationale orde moet daarom ook een van onze topprioriteiten zijn. Als de landen inderdaad deze orde willen verstoren, dan hebben we geen andere keuze dan te ageren. Ik hoop werkelijk dat de Russische Federatie zal stoppen met de agressieve expansionistische tendensen en tot de internationale orde zal terugkomen. Maar zolang dit niet het geval is, moeten we natuurlijk verenigd zijn. Onze steun aan Oekraïne maakt deel uit van deze respons. De Europese Unie heeft inderdaad aan Oekraïne 50 miljard euro toegekend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de oorlogsvoering. Maar we moeten meer doen samen met onze partners. We moeten allemaal aan beide kanten van de Atlantische Oceaan Oekraïne ondersteunen. Niet alleen voor altijd, maar ook voor alle mogelijke inspanningen die noodzakelijk zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de bedreigingen. We moeten er ook voor zorgen dat wij duidelijk een standpunt op dit vlak nemen. Wij zijn zeer zachtaardig. Onze zachte macht is gebaseerd op democratische waarden, maar onze zachte macht heeft ook een hard omhulsel nodig. Het moet inderdaad samengaan met inspanningen om onze zachte macht te kunnen beschermen met die harde schel, met het harde omhulsel. We hebben een sterkere samenwerking nodig. De lidstaten moeten samen zorgen voor een betere interoperabiliteit tussen onze machten. We moeten ervoor zorgen dat er ook minder uitgaven worden gemaakt op dit vlak. We moeten ervoor zorgen dat we voldoende doen. We moeten de Europese defensieindustrie helpen met het versterken van de productiecapaciteit, zodanig dat de Oekraïense en onze eigen machten beter zijn uitgerust. Op dit vlak hebben we natuurlijk ook een eerste stap gezet in het kader van het produceren van een aantal defensie-instrumenten, waaronder bewapening. En we moeten ervoor zorgen dat we dus in het kader van dit alles zoveel mogelijk inspanningen leveren. Een sterkere, meer autonome en verenigde defensie is absoluut noodzakelijk. En dit moet ook zorgen voor een versterking van onze samenwerking. Samenwerking met NAVO. NAVO is en zal altijd de mijlpaal zijn van onze transatlantische veiligheid en defensie. En Zweden en Finland vervoegen NAVO. Dat is een uitstekende stap en ik ben heel blij dat het Zweedse lidmaatschap nu uiteindelijk ook het nodige heeft gedaan. Dit is een echte toegevoegde waarde voor de NAVO. En vele landen, met inbegrip van mijn eigen land, Duitsland, al deze landen zullen zich inzetten voor die 2% doelstelling van uitgaven voor de NAVO. Dit is een echt minimum. Verder hebben we de situatie in het Midden-Oosten, die natuurlijk ook onze aandacht vergt. We zullen daar een hoogdringend debat over voeren later deze namiddag. We weten allemaal hoe belangrijk dit is. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid ook daar om leefbare oplossingen te vinden. Er is inderdaad een hoogdringendheid om ervoor te zorgen dat we die cyclus van geweld kunnen verbreken. We moeten het vredesproces lanceren. Verder is het ook goed te zien dat de Europese Unie verantwoordelijkheid opneemt naar aanleiding van de Houthi-aanvallen aan de kust van Jemen. En ik verwelkom het lanceren van de maritieme veiligheidsoperatie
aspires in samenwerking met de regionale actoren en internationale partners, waaronder het VK en de VS. Dit is een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat de maritieme veiligheidssituatie kan worden verzekerd. Beste collega's, ik ben heel blij hier te kunnen zijn en ik wil België bedanken voor de uitstekende samenwerking en voorbereiding en ik wens u een aangename conferentie toe. Dank u wel. Thank you, David, for... Dank je wel, David, voor die fantastische speech. Beste minister, beste collega's, dames en heren, beste gasten, goedemorgen. Het is een echte eer voor mij om u te verwelkomen op de 24e Interparlementaire Conferentie. Ik heb me voorbereid op de dag van vandaag en ik... herinnerde me dat ik mijn eerste echte job in 1993 kreeg toen België ook het voorzitterschap waarnam. Ik heb toen gewerkt voor een minister. Het was het begin van mijn carrière en de EU heeft mij een aantal fantastische opportuniteiten geboden en heeft gezorgd voor vrede, stabiliteit en welvaart aan miljoenen andere burgers in de EU. Maar vandaag weten we natuurlijk wel dat het een zeer turbulente periode is binnen de Europese Unie. We kunnen moeilijk het tegenovergestelde zeggen, maar de manier waarop we inderdaad die turbulente wateren kunnen opnieuw in rust brengen, dat weten we niet zo goed. Jacques Delors zei, in Europa heb je de architect nodig, maar je hebt ook de brandblusser nodig. Er zijn heel veel uitdagingen op dit ogenblik. We hebben ook de migratiecrisis, de brutale invasie in Oekraïne en het conflict in Gaza. Ook de aanvallen van Hamas. Meer dan ooit moet de EU ervoor zorgen dat we deze humanitaire tragedie kunnen stoppen. Want of je nu woont in Gaza, Tel Aviv of Rafah, het perspectief van duurzame vrede is absoluut noodzakelijk. Reden waarom de trojka heeft beslist deze namiddag ook een dringend debat te organiseren over de oorlog in het Midden-Oosten. We moeten ons dus afvragen hoe we Europa door deze turbulente wateren kunnen sturen. Business as usual is niet het antwoord. We hebben een Unie nodig die in staat is zichzelf te verdedigen. Niet alleen op economisch vlak, maar ook op militair vlak binnen de NAVO. Tegelijkertijd zou de EU ook in staat moeten zijn om sneller te antwoorden op moeilijkheden die zich kunnen stellen. Er is een open discussie over het gebruik van de meerderheid, meer bepaald in het kader van al deze verschillende onderwerpen. En het Belgisch voorzitterschap wil daar ook aan werken. Laten we dat in diepte bespreken in de twee komende dagen. Een conferentie over veiligheid en defensie moet verder gaan dan het bediscussiëren van onze eigen procedures. We moeten inderdaad kijken naar wat onze buurlanden ook op dit vlak doen. De ondersteuning voor Oekraïne is een prioriteit voor het Belgische voorzitterschap. En gedurende mijn bezoek aan Kiev op 24 februari, en er zijn veel collega's die inderdaad ook de verschillende commissies buitenlandse zaken zitten en die deel uitmaakten van deze delegatie. We zien hoe Oekraïne probeert verder te vechten voor het verdedigen van de democratie. Onze Europese basiswaarden, hoe kunnen we hem niet helpen? Maar met sympathie alleen zal het niet lukken. En dus, we hebben niet voldoende steun. Steun die noodzakelijk is om de oorlog op het slagveld te winnen. En zoals president Roosevelt zei,
We zullen inderdaad verder moeten inzetten op zaken die verder gaan dan alleen maar democratische belangenverdediging. 50 miljard van financiële steun om Oekraïne te helpen met wapens en dergelijke zal noodzakelijk zijn en hebben we ook toegestaan. Maar we moeten verder gaan dan dit. Ja, we moeten onze defensieindustrie versterken en we moeten dat op een zeer korte termijn doen. We moeten ook kijken naar onze eigen nationale voorwaarden van onder meer wapens voor onmiddellijk gebruik op het slagveld. Beste collega's, laten we dus heel duidelijk zijn. De overwinning van Oekraïne is inderdaad noodzakelijk om deel te kunnen blijven uitmaken van onze Europese familie. En dergelijke uitbreiding kan alleen maar succesvol zijn als de interne structuren geëvolueerd zijn en als we in staat zijn om deze verruiming mogelijk te maken. We hebben een Unie nodig die inderdaad de toekomst aan kan op alle mogelijke niveaus. Beste collega's, het Belgische voorzitterschap wil ook verder blijven samenwerken met onze Afrikaanse buren. Het is geen optie voor de EU om deze regio te laten vallen. Er zijn er genoeg die deze leegte voor ons willen opvullen. Bijvoorbeeld China. China is begonnen met een leiderschapsschool in Tanzania. We weten wat ze daar zullen leren aan die mensen. Zeker geen mensenrechten en zeker geen democratische waarden. Europa heeft een duidelijke keuze. Ofwel moeten we inderdaad solidair zijn met hen, ofwel moeten we de weg openlaten voor verdere instabiliteit in Afrika. Beste collega's, beste gasten, om sterk te zijn extern, hebben we sterkere burgers nodig, sterkere samenlevingen en maatschappijen. Ook meer democratische samenlevingen. Herman Van Rompuy zei als voorzitter van de EU, het einde van de EU werd meerdere keren voorspeld, maar tevergeefs. Want de Europese caravan blijft rijden. Ja, beste collega's, laten we dat samen blijven doen. Niet alleen als brandblussers, maar ook als architecten van de EU voor een betere toekomst voor ons allemaal. Ik verheug mij samen met u te werken vandaag. APPLAUS.